CVTV bij de brug. Daag! Hallo, ik ben Esther van CVTV. Wie bent u? Ik ben Sjaak Roos en ik werk in ontmoetingscentrum De Brug. Wat vindt u van uw werk? Ja, is leuk. Weet je wat we hier allemaal doen? Nee. Er komen hier mensen uit de buurt, er kinderen uit de buurt. En eigenlijk is er elke dag wel wat te doen. Dus het is leuk om mensen hier te ontvangen. Doet u ook activiteiten? Ja, er is op vrijdagavond een club voor jongens. Het zijn veelal Marokkaanse jongens. Die zijn aan tafeltennis, tafelvoetbal en zo. Er zijn wat meiden die doen van alles op een club. Een beetje tutten. En zo zijn er voor allerlei dingen. Maar we doen bij het open huis, dat is voor de volwassen mensen. Daar is vaak een potje dammen, een beetje kletsen, krantje lezen. En wat eten is er altijd wel. En wat vindt u ervan? Van De Brug. Ja, het is goed, want er wonen hier heel veel mensen in de buurt. En je merkt wel, mensen die hier binnenstappen vinden het leuk om andere mensen te ontmoeten. En dit is wel zo'n plek waar het kan. Dus dat is goed om zo'n plek in de wijk te hebben. Wat eten de mensen hier het meest? Er is altijd warm eten. En dan eten ze het liefste Hollandse korst. Dus aardappeltjes en groenten en zo. En we hebben ook lunch en is er altijd wel iets, een voorafje, een lumpiaatje of frikadel of weet ik het. En brood. Maar de mensen vinden het ook gewoon gezellig om met elkaar te eten. Van waar haal jullie de eten? Kopen jullie het van andere winkels of maken jullie het zelf? Nee, we maken het zelf. Dus we kopen in de buurt bij de winkeltjes kopen we onze spulletjes. En we maken het hier in de keuken. Wat is het wereldwinkel? Ja, er zit hier ook een wereldwinkel in, inderdaad. En daar verkopen ze allemaal spulletjes uit landen waar, zeg maar Afrika of Azië, waar mensen die spullen maken. En die worden dan hier verkocht of in andere wereldwinkels voor een goede prijs. En dat geld dat gaat weer terug naar de mensen zelf. Dus niet naar allerlei rijke bedrijven, maar naar de mensen zelf die het gemaakt hebben. Dus zo komt het ten goede aan de mensen in arme landen vaak. Heb jij hier veel vrijwilligers die hier werken? Ja, zeker. Er werken hier heel veel vrijwilligers. Ik denk wel zo'n stuk of 50 door de hele week heen. Ja, door alle activiteiten heen ook. Ja. Dus werken ze allemaal in één dag of ons de beurt? Nee, om de beurt hoor. We hebben allemaal roosters en zo daar komen de vrijwilligers op af. Dus we werken om de beurt. En er zijn er altijd wel twee of drie tegelijk om het gezellig te maken. Wat hebben jullie als meeste activiteiten? Ik denk dat het meeste activiteit het open huis is. En dat is 's morgens tussen 10 en 12. Dan komen de mensen uit de buurt bakje doen en hier zitten en kletsen. Ik denk dat is eigenlijk 6 dagen in de week. En de kinderen en jeugdclubs die zijn vaak maar 1 keer per leeftijdsgroep, 1 keer per week. Op de donderdagmiddag dan zijn er hier allemaal kinderen. Een beetje vanaf 1:30. En op de donderdagmiddag zijn er allemaal meiden, ook vanaf 1:30. En dan, dat is vrijdags, dan komen er allemaal meiden. En vrijdagavond komen er ook allemaal jongens, 2 leeftijdsgroepen en ze zijn allemaal Marokkaanse jongens. Dit was CVTV bij de Wereldwinkel van Fatima, Eslem en Amin. Doei!